Hallo whiskyliefhebbers. Oh, dit is mooi. Dit is mooi. Weet je wat mooi is? Dit is mooi. Van That Boutique Whiskey Company. Ze maken de meest funky, grappig, leuke labels van de hele whiskywereld. Nou, snap ik ook wel, mensen, dat een aantal van jullie denken: ah, kom op nou, joh, het is niet traditioneel. Een traditionele whisky label moet zijn wat ik altijd gewend ben. Wees nou niet zo star. Denk eens een keer dat iets anders kan zijn. Dit is gewoon funny. En de inhoud is ook heel grappig. En ook leuk. En lekker. Het is wel een whisky die de whisky serieus genomen wordt. Alleen de labels neemt zichzelf niet al te serieus. Anyway, we hebben nu hier eentje. Het is een North British single grain van 26 jaar oud. Weet je, een aantal van jullie kijkers zijn dat niet eens misschien, wie weet. En zoals single grains dat zijn, is zo yummy, hè. 26 jaar lang, hè. Bourbon barrel. Mmm. Oh, lekker. Dat mooie zoete grenen. Fantastisch. Echt dessert whisky als er ooit een is geweest. Lovely jubbly. En deze hier. Oh, wacht maar tot je deze label ziet, jongens. Het is zo grappig. Het is een soort horrorfilm. Maar de whisky is absoluut geen horror whisky. Het is Ogroisk. En Speyside Ogroisk. Hij is 20 jaar oud. Geur. Vers geperste citrus. Echt citrusgeur. En in de mond. Idem dito. Een whisky in balans. Ze zijn allemaal halve liters van dat boutique. En echt geweldig. Heel erg aan te bevelen. En vanuit het proeflokaal van Bresser en Timmer. Tot de volgende keer. Slaantje waar.